Hi allemaal, daar zijn we alweer. Ik kwam er net achter dat wij eigenlijk al bijna 2 maanden aan het vloggen zijn. Best al een hele tijd. En ik weet nog goed dat mij dat gevraagd werd een tijd geleden. Toen zei ik echt heel hard nee. Ik wilde namelijk echt niet met mijn gezicht op de camera. Maar inmiddels begint het een beetje te wennen. En ik vind het erg leuk om filmpjes te maken. En ook heel leuk dat jullie het allemaal heel leuk vinden. Nou, we gaan jullie deze keer weer laten zien wat er allemaal gedaan is. En we nemen ook afscheid van iemand. En dat zien jullie ook in deze vlog. Weten jullie nog dat ik dat kipje aan jullie laat zien? Hij zit er nog steeds. Het zou leuk zijn als de kuikentjes komen. Lu die is naar de groothandel geweest. En die heeft heel veel mooie bloemetjes meegenomen. Allemaal leuke kleurtjes. Hij heeft ook wat attributen gehaald om onder andere de groentetuin mee te decoreren. Heel bijzonder zoals jullie zien. Maar het zal vast weer wat moois worden. Denken jullie ook niet? Weten jullie nog de vorige keer? Toen stond het lammetje op de moeder te springen. Deze ligt er gewoon op te slapen. Het kan ook allemaal. Er ligt hier nog een hele stapel hout die gekloofd moet worden. En gelukkig wordt daar weer hard aan gewerkt op dit moment. Hier wordt alles netjes opgestapeld. Dan kunnen we er in de winter weer lekker warmpjes bij zitten. Er komt weer nieuwe post aan voor jullie. Voor in het spaarboekje. Vorige keer hebben jullie natuurlijk het boekje gekregen. En deze plaatjes. We hopen dat jullie het leuk vinden. En dat jullie er net zoveel lol om hebben als wij hier met elkaar. Nou, ik zal even zeggen wie het zijn. Dit is Sietse, Albert, de timmerman, Lisa, Katerijne, Agnes en Fimke. Agnes en Fimke die zitten bij ons op kantoor. Nou, de komende tijd krijgen jullie nog meer plaatjes, zodat jullie uiteindelijk 34 van die mooie plaatjes in dit boekje kunnen plakken. Dat land is allemaal gemaaid, dus dat moet ook weer bemest worden nu. Daarbij hoeft het tegenwoordig niet meer uit de trekker te stappen, anders gaat het automatisch. Hallo allemaal, ik ben Yvonne en voor degenen die mij niet kennen, ik liep al het stage op vrijdagavond en zaterdag. En ja, dit was nu voor mij voor de laatste keer zaterdag, morgen dus. En voor degenen die mij niet meer zien, wou ik toch iets van een afscheid doen. Dus bij deze heel erg bedankt voor de leuke tijd die ik hier heb gehad. En ik kom vast nog wel eens een keertje langs om een kopje thee te drinken en even over de boerderij te praten. Dankjewel allemaal. Omdat op de boerderij altijd van die leuke, lekkere en creatieve dingen maken, dacht ik dat kan ik ook doen. Ik heb een leuke tractatie gemaakt voor morgen, voor mijn laatste dag. Daar gaan we vast lekker van smikkelen. Yvonne, hartstikke bedankt voor de afgelopen stageperiode en voor al je inzet. En we hopen je snel nog een keertje te zien. Doeg! De paarden hebben net weer een strookje gras bijgekregen. En daar worden ze heel blij van. Jullie kennen Chester inmiddels allemaal wel. Die kan ook voor de kar. Die mag weer een ritje maken. Met Kelsey. We verkopen allemaal leuke dingen. We hebben ambachtelijke honing,
verse eitjes, een heerlijk snoepje voor onderweg als u lekker aan het fietsen bent of aan het wandelen. En daarnaast een lekker theetje voor thuis. Daarnaast maken we verse smoothies die je mee kan nemen. En verkopen nog wat anders toch, Lotte? Ja, ook heerlijke ijsjes. Heb je geen gepast geld bij je of wil je pinnen? Geen probleem. Druk op de bel en we komen helpen. Nou, dit was alweer het einde van de vlog. We hebben ook nog een verrassingje voor jullie. We vinden het super leuk dat iedereen zo enthousiast is over de vlog. En ook dat ouders en verzorgers mee kunnen kijken met wat we hier allemaal doen. Dus we hebben besloten dat we ook in de toekomst de vlogs blijven versturen. Zodat iedereen een inkijkje kan krijgen in het bedrijf. Misschien niet zo vaak als dat we nu doen, maar we houden jullie wel graag op de hoogte. En ik wens jullie natuurlijk allemaal een heel fijn weekend.